Heb jij gesopt? Ik heb gesopt. Oh, ze heeft gesopt. Oh, ze heeft gesopt. Nou ja, dat weten we. I got no rules, I count them. Goedemorgen lieve vrienden, het is vandaag woensdag 11 september. Gisteren heb ik niet gevlogd, ik heb helemaal niks gedaan. Ik had gisteren een pyjama dag dat ik lang niet in orde was. Ik wist, nou ja, ik had beter op mijn bed kunnen blijven liggen bij wijze van spreken. Maar ja, je hebt diertjes en die moet je toch ook verzorgen, dus ja. Ben ik er wel uitgekomen op een gegeven moment. En ik ben nog wel moe, maar voor de rest mag ik niet meer klagen. Nee, ik voel me beter. Het is, ook mijn neus, dat lijkt over te zijn, maar laat ik het niet te hard zeggen. Even afkloppen. Oh, de ondergrondse container wordt even gedaan. Werd gedaan. Is al gedaan. Ja. Gaat zomaar, dat gaat zo snel met die kraan, het gaat met de magneet, tilt hij dat ding er zo uit. Ja, een leuk gezicht eigenlijk, als je dat vooral voor als je het voor het eerst ziet. Ja, en dat we hier kwamen te wonen, zagen we dan dus ook voor het eerst, want we hadden het nog nooit niet eerder zien, omdat we niet bij ondergrondse containers woonden. Maar ja, oké, het is regenachtig, het is herfstachtig, het is niet lekker weer. Vrouwtje die zou wel buiten geweest, ze hebben allemaal al eten gehad. Ik ben nou nog bezig met mijn eigen broodje klaar te maken. Koffie heb ik al. En 11 uur, rond 11 uur komt meneer Verscherelo weer. Rebecca die komt, dus ja, weer een drukke dag. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En je moet zelf het zonnetje helaas zijn, ja, want het is rot weer. Nou ja, dan moet je zelf de zon maar zijn. Dus ik zou zeggen, zonnestraaltjes, lach en doe het vandaag. Ja, want het mag gewoon, ja. Nee, dat was vrouwtje de horloge, lieve schat. Daar hier is niks. Kijkt hij gelijk op naar de deur, omdat hij piep piep hoort. Met mijn horloge die piept. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, mijn begeleider is al geweest. Rebecca, die is er nou, die heeft daar een emmer met sop staan. Waarvoor weet ik niet. Oh, ze heeft gesopt, geloof ik. Heb jij gesopt? Ik heb gesopt. Oh, ze heeft gesopt. Oh, ze heeft gesopt. Nou ja, dan weten we dat ook weer. Ze heeft gesopt. Ik denk, wat doet die in me daar? Maar oké, nee, het is rot weer, hè? En dan loop je even goed van naar buiten. Wil jij ook ziek worden? Ik word niet zo snel ziek. Ze wordt niet zo snel ziek. Nee. Nee, maar die wel, die er net buiten stond. En hij heeft dus gesnoeid. Kan jij zien wat hij gesnoeid heeft? Maar dat is wel heel snel. Ja, maar de container schijnt al vol te zijn. De groene container. Oké. We zullen het beleven, ik zal het nagaan. Want hij moet eerst nog geleegd worden, zei hij. Even checken. Nou, ik weet niet wat hij vol noemt, maar de helft. Oké, hij is dus nog... Ik doe het zelf wel hoor. Had er gewoon geen zin in. Had er gewoon geen zin in, daarom. Doet zelf wel. Kent zelf ook nog wel hoor. Maar ja, in ieder geval. Hij zegt dat het is ook afwachten wat je broer wil. Nou ja, die heb ik zo gevraagd. Die app ik en dan weet ik genoeg hoor. Of die ook een druivenstruik wil hebben als die hier woont. Ja toch? Gaan we gewoon vragen zometeen. Ja. Want het is voor mij een doorn in het oog. Maar oké, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Gaan wij ook doen. Wij nemen nog een bakje koffie en een koekje erbij. Hoe wordt er al gezegd. Lekker. Ja, oké. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.
Ja, lieve vrienden, Rebecca die is ook alweer richting haar huisje. Ja, die is ook net een kwartiertje weg ongeveer. Soms nog boodschapjes doen, dus komt ook allemaal wel goed. Dat is tot zover weer klaar. Staat een beetje af, was niet noemenswaardig om de vaatwasser ermee te vullen, dus laat ik nog even mooi staan. Ik ga zo meteen weer voor de computer. Ik hoef niet weg, nee. Het enige waarvoor ik naar buiten moet, dat is straks wanneer de vuilnisman komt. En die kan dan eventjes vanwege de container. Want ja, die staat nog bij de weg, maar die is nog niet geweest, want ze zijn allemaal nog vol. Ja, dus ja, voor de rest hoef ik er niet uit, dan enkel voor dat. Maar ja, hij staat toch hier vlakbij. En hij wordt keurig netjes bij me teruggebracht. Ja, en dat is toch heel erg lief. Of niet dan? Nee? Nou, ik vind het wel hoor. Ja. En Frodo die ligt lekker te slapen. Die is ook heel erg lief. Maar de stoel die staat nog niet goed. Die staat helemaal nog niet goed. Heeft Rebecca gedaan. Oei, 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 oei. Zo ongeveer. En dan moet die deur nog open kunnen. En kan die niet open. Nou, dan moet die stoel weer een stukje terug, maar zo. Nou, kijk, kan die er mooi tussendoor. Voilà. Hé? En nou, meisje. Hé. Ja, hé. Ja. Moppenkontje. Ja, 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 en die is ook lief en er is helemaal niks aan. Het hele weer niet. Nee, moet je nou eens toch kieken. Diep, diep treurig. En hangen ze even goed die doekjes buiten, maar dat helpt niks. Nou, en die struik die is wat bijgesnoeid. En dan moet die groene container moet vol wezen. Nou, volgens Rebecca niet, maar dat merken we wel. Ja, als het droog is gaan we samen even kijken. En dat noemt meneer Jack van Zerrelo dan vol. Nou, dus niet. Hé? Holy. Holy. Oh, wat een moppie. Echt een skate. Ja, echt een lieverd. Of niet dan? Ja, vind ik van wel. Hij ligt zo lekker te slapen. Ja, ik had mijn haar gisteren gewassen, ondanks dat ik ziek was. En weer even kleurtje er beter in gedaan. Maar dat ik vanochtend wakker werd, zat het heel raar. Ik dacht, dat deugt niet. Dus ik het... Met de kam gewoon maar weer wat nat gemaakt. Maar het is nog droog. Dus ja, dat kan ik straks even fatsoeneren. Maar dat doe ik straks wel. Oh, je wordt hier echt slaperig van. Slaap weer, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben toch even naar buiten geweest. Ik heb boodschappen gedaan, want... Ja, ja, er is blauwe lucht doorgekomen, er is wat zon doorgekomen en ik moest toch wel eigenlijk wat boodschapjes hebben, al was het wel niet veel. En het is nou 6 uur geweest, maar ik ga toch eerst wel een bakje koffie doen voordat ik aan het eten ga beginnen. Ja, ik heb er een bounty bij, dus heb ik wel even weer nodig, even een versterking. Even de suikergehalte op goede hoogte houden. En dan gaan we zo meteen voor de diertjes zorgen, daarna voor mezelf. En dat ik binnenkwam. Ik denk, wat bromt het toch hier? Ik heb de televisie wel aan, voor Frodo ook. Maar mijn geluid van de computer bromde ontzettend erg. Ik denk, hoe kan dat nou? Was mijn computer uitgegaan? Denk door updates of wat dan ook. Het kan best. En dan moet je hem zelf weer opnieuw opstarten. Hé, hey, kan dat?
dat mag. Maar je moet je eigenlijk niet zo zitten te bijten en te doen. Hoor je ook niet mooier op. Nee, ik zag, er was in ene dat ik de winkel uitkwam. Zag ik blauwe lucht. En in de winkel zag ik al schaduwen. Dus ik zeg, nou, ik zeg, het lijkt wel of de zon erdoor komt. En ja hoor. Ik denk, nou, woepie. Kunnen we wel weer even gebruiken na die trieste dagen. Tenminste, wij wel. En het is ja, niet echt nou zeggen van de. Het is ook bewolkt, ja. Ja, ik zie wel wat blauw hoor. Je ziet wel wat blauw. Ja, ja. Nou ja, dat is toch mooi. Dan dat grijze gedoe. Ja. Ja toch? Ja toch? Ja, je wilt eten, hè? Nou, je wacht nog maar even een paar tellen. Tenminste een paar minuten. Ja, eerst even wachten. Zo, nou, in ieder geval, ik moet morgen ook nog een keer, want ik ben weer wat vergeten. Ja, een zak kattenvoer. Moet er nog bij komen. Nou, dat kan morgen wel. Want ik ken het, ze hebben boven eten, dat heb ik van die zak gedaan die daar staat, maar die zak is eigenlijk voor beneden. Maar ja, oké, maakt niet uit, ik haal het morgen of vrijdag. Want vrijdag moet ik sowieso ook weer de deur uit, want dan moet ik weer naar fysiotherapie. En als ik dan terugkom, dan kan ik het ook halen. Ja, toch? Ja. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie avond. Degenen die laat zijn met eten, smakelijk eten. Voor vanavond een hele fijne, liefdevolle avond. En voor later op de avond wel trusten. Slaap lekker met mooie droom en gezond weer op. Doei doei! I got no rules, I count them.